is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Pastoor Johan van den Eekhout wordt nog elk jaar gevraagd om de beren van Vlierzelen te zegenen. De zegening maakt deel uit van de berenfeesten, houdt een traditie in ere, verbindt de lokale gemeenschap en zorgt voor een rustpunt in het feestgedruis. En daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Deze uitzending sluit af met het lied van de pastoor en zijn zegen. Goedenamiddag, ik ben Johan van den Eekhout, pastoor in Vlierzelen. En we zijn hier vandaag op de 10e berenfeesten, waarbij 3 beren een optocht houden, even voor de 10e maal. Dat zijn Maarten, Tinneke en Sien. En het bijzondere vandaag is ook dat er een standbeeld is onthuld van een beer met op de schouders een kind. Teken van de gezinsbond die deze berenfeesten organiseert. En wat is zo goed aan het samen zijn dat wij als pastoor eigenlijk instaan voor de opbouw van de gemeenschap. En dat is dan rond het kerkelijke gebeuren. Een gemeenschap is ruimer dan de gelovige gemeenschap. En dan zie je dat een vereniging zoals de Gezinsbond op een fantastische wijze heel veel mensen samenbrengt. Maar toch ook de link behoudt met iedereen in het dorp. En in die zin ook mezelf als pastoor uitnodigt om aanwezig te zijn. En telkens ook die beren te zegenen. Zegenen is eigenlijk een oude traditie. Ik kom van het Latijn benedicere, benedictio. Dus goed zeggen over, goed spreken over. En in die zin, als we het standbeeld van die beer zegenen, dan spreken wij goed over dat hele gebeuren. Wat is eigenlijk de betekenis van het feit dat die beren hier in Vlierzelen rondgaan? Dat is dat jaren terug echte beren werden ingeschakeld om kunstjes te tonen op lokale kermissen in het dorp. Dat is op een bepaald moment gestopt, omdat dat natuurlijk voor die dieren niet zo prettig was om gekluisterd kunstjes te moeten opvoeren. Maar het bracht toch ook mensen samen. En in die zin heeft dan de Gezinsbond 10 jaar terug dat plan opgevat om beren te maken, reuzenberen. Die zouden rondgaan omdat reuzen en ook beren ook aantrekkelijk zijn voor de kleinsten onder ons, kinderen. En de families. En uiteindelijk is dat toch de basis van zo'n samenleven. En kinderen die er mogen zijn, families die mogen samenkomen. En daar rond vele andere mensen die er vreugde in vinden. En als ik als pastoor dat mag doen, is dat altijd een uitdaging. Omdat je ook in het toespreken van de mensen toch iets interessant, iets boeiend moet naar voren brengen. Ik breng ook altijd een liedje waar de mensen dan een stukje het refrein mee zingen. En wat er daar boeiend aan is, dat is dat je ziet inderdaad dat op die manier zo'n tiende berenfeest iets heeft, dat de mensen blij maakt en dat het dorp ook meer verbonden maakt met elkaar. En zoals ik in het begin al zei, aangezien wij ook als priester zelf instaan voor verbondenheid van mensen, ben ik zeer blij om daar te mogen aan meedoen. En elk jaar vragen ze het opnieuw. En elk jaar met veel vreugde zeg ik ja om dit feest mee te ondersteunen en die beren te zegenen. Goed spreken over die beren, een teken van vreugde voor onze kinderen, voor onze jonge mensen, volwassenen, kortom, voor families, gezinnen en voor onze hele gemeenschap hier in Vlierzelen, maar ook daarbuiten, een van de dorpen rond dit dorp. Het is eigenlijk nog altijd sprekend om te zegenen, ook vandaag, omdat wij toch in een tijd leven. Dat zegenen wordt nog eens gekoppeld aan een kerkelijk gebeuren. We weten dat de kerk qua getal sterkte afneemt, dat er veel andere visies, ook geloofsgemeenschappen aan het groeien zijn in ons land. En dan toch blijven zegenen heeft in die zin toch wel een betekenis dat in het hart van de mensen die hier samenkomen in zo'n dorp, dat zij dat nog kennen. Ze gaan het niet altijd verwoord krijgen, maar er staan nog overal ook alle beeldjes die, of kapellen die verwijzen naar een heilige of een Mariabeeld, waar de mensen ook kunnen naartoe komen met zorgen en met pijn of hun vreugde er naar voren brengen. En uiteindelijk, die link blijft. Mensen hebben iets nodig dat hen even uit zichzelf haalt
En dat kan op een religieuze manier, maar voor zij die minder gelovig zijn, kan dat ook met een feest zoals dit, door bijvoorbeeld die verwijzing naar het gebeuren van het feest dat hier georganiseerd wordt, de Berenfeesten door de Gezinsbond. En in die zin vind ik dat altijd een uitdaging. Dat is voor mezelf niet echt moeilijk om dat te doen. Omdat ik zie dat uiteindelijk de mensen daar aandacht voor hebben. Hey, dat zij zich daar niet van afkeren, dat ze het nog altijd zien als zijnde. Kijk, het maakt ook deel uit van deze feestelijke dag. En het steunt ons in die zin dat we even het feestgeluid, het feestrumoer soms even naast ons laten om even stil te worden bij ook de betekenis van zo'n samenkomen en de betekenis van samenwerking en van er zijn voor elkaar. En van daaruit kan het dan natuurlijk wel van harte feest worden gevierd, zoals het hier in Vlierzelen ook vandaag weer om mag gebeuren. Wel, die zegening, enerzijds ken ik de mensen die hier eigenlijk die feesten organiseren. Het is altijd fijn om met die mensen samen te praten en samen te zitten, samen een pintje te drinken. Dat is enerzijds een stukje vreugde vanuit het eigen netwerk dat je mag uitbouwen met mensen die dynamisch zijn en die iets over hebben voor kinderen, voor de gemeenschap. En anderzijds is het ook een bevestiging voor mezelf als priester te weten dat je ook gewaardeerd wordt, omdat als je de zegening uitspreekt, is het toch als pastoor, als priester dat je dat doet. En geeft dat ook een bevestiging van mijn er zijn in die hoedanigheid, van mijn ambt dat ik op mij heb genomen en verder draag, ten dienste ook van de mensen, in het bijzonder de gelovigen, maar ook vele anderen daarbij als een beroep doen op mij. Wij beginnen enkele weken terug met dit liedje, meer bepaald 1 september. 1 september, wat een dag, wow, wow. 1 september, wat een dag, wow, wow. 1 september, wat een dag, de regering zei, alles mag, wow, 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 wow. Dit nieuws ging snel van mond tot mond, wow, 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 wow. Dit nieuws ging snel van mond tot mond, wow, 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 wow. Dit nieuws ging snel van mond tot mond, dus activering Gezinsbond, wow, 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 wow. 10 jaren berenfeesten, tof, wow, 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 wow. 10 jaren berenfeesten, tof, wow, 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 wow. 10 jaren berenfeesten, tof, Maarten, Tinneke, zien hier in de hof, wow, 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 wow. We zien elkander straks beneden, wow, 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 wow. We zien elkander straks beneden, wow, wow. We zien elkaar straks daar beneden en feesten er in pijs en vree. Wow, 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 wow. Maar eerst een monument dat hoort erbij. Wow, 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 wow. Een monument dat hoort erbij. Wow, 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 wow. Een monument dat hoort erbij. Wij zegenen het zij aan zij. Wow, 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 wow. 10 jaar berenfeesten voor Maarten, Tinneke en Sien. Wow, 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 wow. Voor Maarten, Tinneke en ons Sien. Wow, 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 wow. Voor Maarten, Tinneke en ons Sien. We geven hen een 10 op 10. Wow, 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 wow. Dank u wel, een fantastisch koor. Wij zegenen dan ook Maarten, Sinneke en Tien en jullie allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En nog een beetje, zegt Fabian. En de dag, en de dag. Goed, dag en dag. Dank u wel. Ik denk dat we de volgende jaar onze Emmanuel Pastoor op onze affiche ook moeten zetten van de Berenfeesten. Goed gedaan.